Wat een zinderende introductie heb ik weer bedacht. Ja, na 52 komt 53 en dus is dit de 53ste aflevering van Uitbuiken. De herfst is... De herfst? Ja, de herfst. De herfst is ingekikt, staat er in het draaiboek. Maar niet getreurd, want we blijven lekker binnen om Uitbuiken te gaan doen. Lekker het laatste tech- en gadgetnieuws bespreken met Paul, deze keer. Ja, we gaan het hebben over Netflix, want het bestond deze maand een jaar. Hoezee! Feest, ja, inderdaad, Polonaise met z'n allen, open omen erbij, taart, kringetjes zitten, handjes schudden, dat werk. Nou, dat gaan we wel anderen doen. En wat nog meer? We hebben Sony gadgets om te bespreken. Deze week Uitbuiken, aflevering nummer 53. Paltje? Ja. Ik werd deze week gebeld. Nou, dat gebeurt niet zo vaak. Ja, ik werd gebeld door Sony. En Sony belde mij met de volgende woorden. Ger, ik heb nu leuke gadgets van Sony voor je. In tegenstelling tot de dingen die je af hebt gekraakt bij IFA. Ja, maar dat ging, je ging er al hard in, hè? Nou ja, ze hadden daar een aantal dingen gelanceerd. Die eigenlijk best wel suf waren. En dan zeg ik dat dan gewoon. Dus ik presenteer u de drie lelijkste gadgets van Sony op de IFA 2015. Maar toen zeiden ze, we sturen je dus nu wat leuks op. En dat is, tatatatam. Kijk, je kunt het hier al zien. De Xperia Z3 lijn. Oftewel de Xperia Z3 en de Xperia Z3 compact, compact moet je zeggen. Ja, deze is klein inderdaad. Dus dat lijkt mij de compacte versie. Ja, en ik moet zeggen, ik ben er erg over te spreken in eerste instantie. Okay. Ik heb ze nog maar net, maar de Z3 compact heb ik al vaker geprobeerd. En? Nou, wat vind je ervan? Zal ik zeggen? Ja, nou doe dan. Ik vind het best wel cool. Oké, nou vertel waarom. Nou, omdat dit dus een telefoon is met high-end specs. En toch klein is. Aha, je hebt heel vaak bij een compacte versie van een goede telefoon dat ze niet alleen het formaat wat kleiner maken, maar ook de specificaties. Hoe zit het met deze? Precies, deze heeft gewoon nog normale, te vertrouwen high-end specs. Niet zoals bijvoorbeeld de S4 Mini of de S5 Mini. Dat is altijd een beetje gênant, want die hebben altijd... zeggen ze, ja, dat is gewoon de S5, is helemaal niet de S5. Totaal andere telefoon met totaal andere specificaties. Sony doet dat dus een beetje anders. En dat resulteert dus in een hele kleine en stijlvolle gadget, die ik dus heel prettig vind. Omdat in deze wereld waar zelfs iPhones gigantisch worden, het wel eens fijn is dat er gewoon eens een keer een telefoon komt die je met één hand kan bedienen. Ja. Dat vind ik inderdaad wel goed. Ik ben zelf ook wel van de wat kleinere telefoons. Ik vond het ook een erg rare beslissing van Apple om de 6 Plus te lanceren. Daar gaan we het zo meteen nog wel even over hebben, geloof ik. Maar ik vind dit vind ik nou een handzaam formaat. Daar hou ik wel van. Ja, en hij heeft een hele goede camera. Daarom maakte ik even een fotootje. Leuke, okay. Hè? Show, don't tell, zeggen mensen dan. En ja, wat vind je van het design? Kijk, hij heeft bijvoorbeeld dunne randjes en daar had ik wel een mening over. Oeh, wacht even. Het is een soort of... doorzichtig. Ja, dat vind ik dus ook een beetje gek. Nee, ik vind het wel tof. Dat vind ik wel wat tof. Je kan kiezen voor aluminium, maar dat is ook niet meer origineel. Dat heeft iedereen wel een keertje gedaan. Maar ik vind dit wel stoer uitzien. Dat doorzichtige, ja? Ja. Ja, vind ik wel. Weet je, ik heb iets grappigs om te laten zien. Weet je, al die hele vervelende CE. Weet je wel, als je een telefoon koopt, dan zie je al hele lelijke trademarks en zo. Mm-hmm. Dat het dan ergens gemaakt is en zo. Ja. Heeft deze telefoon ook, maar hou even de microfoon vast, let op. Ja. Dat zit dus... Die kunnen ook gaan doorspoelen, hoor. Hier. Keurig verstopt. Dus daar heb je niet zo'n lelijke logo's en merken op de achterkant. Zie je? Ja, dat vind ik op zich nog wel een idee. Waarom kan je niet gewoon... Dat zou wel weer verplicht zijn of zo, hè? Ja, ik vraag me dus ook af waarom het is. Ik heb er nog nooit een verhaal over geschreven. Misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Logootjes. Ja, ik heb wel eens een verhaal geschreven over logisch op dvd-spelers en zo. Ja, precies. Maar dit kan wel eens een hit. Ik hoop, laat ik het zo zeggen, ik hoop dat dit weer een hit wordt. Want ik wil af van die veel te grote telefoon. Denk je klaar te zijn met alle Apple-geruchten na de lancering van de iPhone 6 en de 6 Plus? Ga het gewoon lekker door. Want er schijnt in oktober een evenement aan te komen. En daar heeft de website MacRumors gezegd dat er een nieuwe... Mini komt. En dat moet in oktober gaan gebeuren op een evenement. En daar zouden ook twee nieuwe iPads komen en een nieuw besturingssysteem. Terwijl je denken van, ja, maakt dat wat uit? Nee, maakt geen reet uit. Maar wij hebben weer wat om over te praten. Want we moeten toch wat zeggen. Het is een karige maand, namelijk zo na alle presentaties aan de IFA. Dat is precies de reden waarom ik een filmpje aan het maken was. Ik denk, je moet wat doen als het over iPads gaat. Oppo! Ja, het is heus Oppo.
Oppo, het Chinese merk Oppo, komt met een nieuwe telefoon en wel de Oppo N3. En dat zou de opvolger zijn van de Oppo N1. Hij krijgt een aluminium behuizing en hij heeft een beeldscherm van 5,9 inch. Dat melden anonieme bronnen, nou die zijn altijd te vertrouwen. En hij heeft een Snapdragon 805 chip en 3 gigabyte aan werkgeheugen. En de prijs is ook al bekend of geschat of gegokt. Dat is namelijk 450 euro. Ja, en dan een nieuw hoofdstuk in Bandgate. Je weet wel, de telefoons van Apple die je kan dubbelvouwen. Bijna. Ja, nee, de Amerikaanse Consumentenbond is er zich nou mee aan het bemoeien. En die zegt dat het allemaal best wel onzin is. En dat we allemaal ons niet zo druk moeten maken. Want ze hebben een aantal telefoons aan een buigtest onderworpen. En wat blijkt nou? De iPhone 6 buigt sneller, net zoals de HTC One M8, dan de iPhone 6 Plus. Maar het scheen dat de iPhone 6 Plus pas bij 40 kilo ging knakken en de iPhone 6 en de M8 allebei bij 31 kilo. Nu hadden we daar ook een stelling over. Bandgate, Apple-faal of overdreven? Want weet je wat ik ervan vind? Ja. Van dit allemaal? Ik vind het... Nee, ik vind het... er is wat aan de hand. Toch, Bandgate is gewoon serieus aan de hand. Je kan zeggen, er zijn miljoenen exemplaren van die telefoon verkocht. En er zijn er maar 9 doorgebogen. Maar er zijn telefoons doorgebogen. Apple zegt, nou, we gaan er onderzoek naar doen. Die probeert een beetje, laten we maar stilzitten in de hoek en dan gaat het vanzelf wel over. Maar doe er eens even wat aan. Je hebt een telefoon van bijna 1000 euro als je een beetje de dure hebt. Maar bij Draadbrug gaan we dit ook onderzoeken, want wij krijgen aankomende week krijgen we dus zowel de iPhone 6 als de iPhone 6 Plus ter review. Ja. Heb je nou een mening over deze hele Bandgate, dan moet je naar onze website gaan, want we hebben namelijk ook de stelling erover. Waar ook wordt gevraagd van, is het nou overtrokken of is er serieus wat aan de hand? Ger, jij pakt er nou even een paar reacties bij, ja. Want er is al veelvuldig op gereageerd. Roepen we eens eentje. Bijvoorbeeld, zwaar overdreven, zegt Jung59. Maar 9 klachten van de miljoen kopers, ze zoeken dus maar wat om op Apple te zeiken. By the way, Apple maakt hun iPhones groter en dunner, terwijl de concurrentie hun telefoons alleen maar dikker maakt. Zo, statement van Jung59. Is dat zo? Nee. Sorry. Dan heb je nog Jules Beuzenberg, wat een leuke naam. Die zegt, ik vind dit allemaal veel te overdreven. Ik heb persoonlijk niks met Apple producten en ik zou er ook nooit één kopen. Maar 9 van de miljoen, 10 miljoen iPhones bogen, vind ik toch eigenlijk niet zo'n drama. Heeft hij best wel een punt. Een motherfucking kaasschaaf, dat is een trouwe reaguurder, zeg. Heb je niet even eentje die gewoon met mij eens is? Met jou eens is, nee. Kung Fu Panda, die zegt, ik vind het niet overdreven als je 800 plus euro betaalt voor een telefoon. Als het gaat om Bandgate, dan mag je best opzeiken, zegt hij dus. Helemaal als je bedenkt dat de iPhones normaal gezien, qua software, een jaar of 4 meegaan. Maar na 4 jaar is er nu ongetwijfeld al een grote buiging te zien in je telefoon. Heeft hij misschien wel een puntje? We gaan een filmpje kijken. Want, waarom gaan wij een filmpje kijken? Wat een bruggetje, dames en heren. Netflix bestaat een jaar in Nederland... En dat vinden wij natuurlijk een reden voor een feestje. Om de simpele reden dat Netflix ons aan het hart gaat. We hadden hem op nummer 1 staan in de Draadbreuk 101. Onze top 101 van de beste gadgets en tech van afgelopen jaar. En nu bestaat dat glorieuze videodienstbedrijfje. Dus nu een jaar in Nederland, dat heb ik al 2 keer gezegd. En het is een succes, dat kunnen we wel zeggen. Waarom? Naar schatting zijn er zo'n 1 miljoen mensen die dat gebruiken? Ja, nou, Netflix doet zelf geen uitspraak over hoeveel betaalde klanten ze hebben. Maar er zijn de afgelopen tijd 2 onderzoeken geweest, eentje in juli en eentje in augustus. Die van juli zeiden dat ongeveer 600.000 abonnees waren en die van augustus 1 miljoen. Dat zijn veel mensen. Als het 1 miljoen is, dan hebben we het dus gewoon over 7% van Nederland. En voor iets wat een jaar bestaat in Nederland, vind ik dat echt mega. Vind ik dat echt heel veel. Je kan wel zeggen dat het gewoon uit de early adopters fase is. En ik zie het om me heen. Ik was de eerste dag als ik lid van Netflix om een artikel te schrijven. Ik ben dan weggegaan, want ik vind het gewoon een briljant concept. Maar inmiddels hebben al mijn vrienden het ook. 1 miljoen mensen dus. Wat kijken die dan? Wat kijken die? Wat vind jij de leukste serie? Het is natuurlijk makkelijk House of Cards zeggen. Dus dat laten we die gewoon eens een keer niet noemen als we een top 5 noemen. House of Cards staat er van boven buiten kijken, vinden we allemaal tof. Ik vind Orange is the New Black cool. Well, I give my left tip for pina colada, but you don't see that on the menu, right? Ha, wijf. Ach man, kom je echt waar? Ja, ik vind het wel grappig, ja. Oké, okay, nou goed. Ja, ik vind Fargo fantastisch. I didn't do nothing. I just got home. Ik vind Breaking Bad, dat ze dat hadden, was natuurlijk... briljant.
I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Had je Twin Peaks gezien? In a town like Twin Peaks, now available for the first time in a special edition DVD collection. Twin Peaks is leuk, maar ze hebben ook bijvoorbeeld alles van Louis Theroux. Dat is een documentairemaker en dat is echt een hele leuke documentairemaker. Tell me what you're doing over here. You're just relaxing. We're the white guys. Are you the white gang? That's right. Yeah. Are you? Would you be part of a? A skinhead gang? What is it? Woods. Ja, dat, maar goed, waar gaan we nou naartoe? En dat vind ik leuk. Hè? De publieke omroepen en de commerciële omroepen in Nederland zijn nu bezig om een eigen systeem te maken met on-demand televisie. Dat doen ze denk ik wel slim. Nou, het is een beetje laat, maar het is wel verstandig om te doen. Kijk, zeker voor iets als een publieke omroep, daar moet het echt in orde zijn. Want ja, wij betalen er allemaal zelf voor en ik wil dus blijkbaar mijn programma's on-demand bekijken. Dat is de stelling die we nu nemen. Dus dan wil ik niet dat ik Studio Sport om 7 uur kijk, maar dat ik het ook gewoon later terug kan kijken. Wat wel aan de hand is en wat je ook wel goed kan doen tegenwoordig. Ja, dat klopt. Maar als je dat gewoon in één grote app bouwt, dan ben je natuurlijk wel goed bezig. Stel nou dat dat systeem binnenkort komt en ze vragen 10 euro per maand voor alles van op de Nederlandse televisie. Dat zou ik niet doen. Nee, dat is een grote vraag. Maar dan kan je gewoon heel makkelijk overwegen om te zeggen van ik gooi mijn televisie eruit, ik pak alleen nog maar on-demand. Ja, oké, okay, maar dan loop je dus het risico dat je actualiteit mist. Ja, maar je kan toch ook gewoon een live kanaal erin bouwen? Ja, maar kijk, ik zou niet tientje om. Ik zou dat dus niet doen. Maar dat is om de simpele reden dat ik dan dingen opgedragen krijg om te kijken die ik niet wil kijken. Kijk, zeker op de Nederlandse tv is er ook een hele hoop crap. Echt een hele hoop crap. En als je bijvoorbeeld op RTL 4, RTL 5 en RTL 7, dat je wel die hele RTL-lijn een abonnementje neemt. Carlo en Irene gewoon terugkijken. Nee, ja. Dat is dan wel erg, maar het gaat denk ik dan vooral om series en zo. Ja. Dat wil je wel zien. Ja, oké. Okay. Dat een goede Nederlandse serie, dat ik dat in één keer kan binge-watchen. Ja. Maar ik kijk nu echt bijna geen televisie meer. Even het journaal, 's ochtends. Ja, Studio Sport. En soms een serietje of een film of zo. Maar... Nou, ook niet meer. Dat komt via Netflix. Wij schrijven de tv af. Dat is eigenlijk wat gezegd wordt hier. Ja, nou goed. En fijn dat we er zijn. Nog een jaartje erop. Toch? Nog een jaartje Netflix. Ja, en kom nou verdomme eens met 24. Dat vind ik belangrijk. Oh. 24. En in Friends mis ik. Oh, ik heb 24 op DVD helemaal. Dus je mag ja, ik. Oké. Okay. Goed. Ik vind het wel goed zo voor vandaag. Ja, zullen we een afrondende activiteit doen? Wat is de afrondende activiteit? Tot volgende week. Tot volgende week.